Yo, welkom weer een nieuwe video en vandaag in onze verzuringsserie hebben wij de hamstrings. En de hamstrings die worden vaak niet geïsoleerd. Er bestaan ook gewoon niet zo heel veel hamstring oefeningen. Dus ik heb 3 oefeningen geselecteerd waarvan ik eigenlijk vind dat er ten alle tijde eentje in je schema zou moeten zitten. Helaas zitten wij veel te veel, die hamstringgroep is heel vaak opgerekt en ja, we focussen altijd maar op die bovenbenen en het is heel vaak de quadricepgroep, de voorkant van de bovenbenen. Dus, als je 1 ding uit deze video meeneemt, pik dan lekker een oefening. Het hoeft niet eens heel de serie te zijn, maar pik hem vooral. Ik hoor er namelijk ook heel vaak, ja, maar ik deadlift al, dus dat is al een goede hamstring oefening. Zeker waar, zeker. Alleen, we isoleren wel heel vaak de biceps, wel heel vaak de triceps, wel heel vaak alleen de borst. Waarom niet die hamstrings? Het is tevens tijdens, zeker voor beginners die aan het deadliften zijn, is het best wel lastig om echt een volle focus op de hamstrings te leggen. En daarom de tip, pik een hamstring oefening en zet er altijd eentje in je programma. Zoals altijd, setjes, series, oefeningen, tips, tricks. We gaan het allemaal meegeven vandaag, we gaan lekker beginnen. De eerste oefening, dat is een glute ham developer. Als je deze niet hebt of je sportschool heeft deze niet, dan kun je je hielen onder een object klemmen en dan kun je daarna je torso langzaam laten zakken. Of je kunt dit natuurlijk met een sportmaatje doen. Als je nou wel toegang hebt tot een glute ham developer, zorg er dan voor dat je hem goed uitvoert. Deze oefening wordt heel vaak verkeerd gedaan en de kracht komt heel vaak uit de rug in plaats van de hamstrings en de glutes. Dit kun je voorkomen door je bekken naar voren te kantelen. En op het moment dat je in de horizontale positie bent, hou je de oefening even 1 seconde beet. En dan stuur je tegelijkertijd je knieën naar beneden toe. Oefening nummer 2, dat is ook weer een fantastisch zware oefening. We noemen dat de hamstring slide. Ik leg altijd een doekje onder mijn hielen, zodat mijn hielen iets makkelijker glijden. Als je natuurlijk thuis een laminaatvloer hebt of een tegelvloer, dan glijdt het helemaal makkelijk. Dat is ideaal. Zorg er bij deze oefening ook weer voor dat je bekken naar voren kantelt en daarna de oefening pas start. Daarna gaan we direct door naar de Swiss ball. We gaan vlak op de grond liggen. Kantel onze bekken weer goed naar voren. Ellebogen de grond in en dan hoef je enkel je hielen naar je billen toe te trekken. Als je nog niet stabiel genoeg bent om deze oefening te doen, kantel dan je bekken naar voren, doe je heup omhoog en houd de oefening gewoon een maximaal aantal seconden beet. Een veelgemaakte fout bij deze oefening is dat mensen hun heup niet optillen. Zoals je ziet gaat mijn heup continu omhoog en omlaag. Zodra ik mijn hielen in heb getrokken, dan wil ik dus mijn heup zo ver mogelijk naar het plafond toewijzen. Dat zijn nou 3 heerlijke hamstring oefeningen. Iets dat wat die hamstrings echt gewoon volledig aanspreekt en gewoon eens een keer de focus legt op de hamstrings. Wordt helaas, zoals ik aan het begin van de video zei, helaas wordt dat te veel overgeslagen. Maar wil je bijvoorbeeld je deadlift uitbouwen, knal er eens zo'n oefeningetje in en ik garandeer je, dat schiet echt in een lekker tempo omhoog. Een andere pro-tip die ik wil meegeven zijn 2 dingen. Als we die fitnessbal hebben en we trekken we trekken onze bovenbenen die trekken we in, onze hielen trekken we naar ons toe. Is het voor heel veel mensen is het moeilijk om die oefening te doen. Om de simpele reden dat ze niet te veel stabiliteit hebben. En in plaats dat je dan gelijk je hamstrings gaat voelen, zijn ze eigenlijk meer bezig met het stabiliseren. Dus ze gaan alle kanten op en dan desnoods krijgen ze nog spierpijn in de buik. Dat is niet zo gek. En op vele andere plekken of ze voelen het gewoon niet in de hamstrings. Als je die oefening nou nog nooit hebt gedaan, kan het best zijn dat je dus instabiel bent. Blijf hem een tijdje doen. Je hebt hem echt binnen no time geleerd. Als dat nou niet lukt, doe een soort van omgekeerde plank. Dus je gaat gewoon met je schouderbladen op de grond liggen en met je hielen op die bal. Je zorgt dat je lichaam 1 kaarsrechte lijn is. En je houdt hem zo eens 20, 30, 40 seconden beet. Totdat je een seconde of 30, 40 kan. En daarna ga je gewoon rustig je been in en uittrekken. Dan ben je al een stuk stabieler. Dat is tip 1. En tip 2 is die fitnessballen van mij, die swissballen zoals wij die noemen, die zijn niet keihard opgeblazen. Om de simpele reden dat wanneer ik hier mensen heb die of nog niet zo lang sporten of de hamstrings nooit aanspreken of logischerwijs zulke oefeningen nooit doen, dan drukt die bal een beetje meer in. En dan heb je wat meer raakoppervlak op de vloer en dan wordt de bovenkant ook wat vlakker, waardoor die mensen dus wat makkelijker kunnen stabiliseren. Als ze keihard zijn geweest, dan zou je zien dat je gelijk
alle kanten oprolt. Dat is wat je moet doen. Uiteraard staat hier weer, zoals altijd, de oefeningen, de setjes, de series, de herhalingen, het complete plaatje. Je kan hem even pauzeren. Vond je dit een leuke video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit is Remschuld, stoot de streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.